Goedenavond allemaal, het is weer aflevering 7 van Club TV Weekjournaal. En we gaan deze week hardlopen met Wilma. Koken met Jan Derk. En op de kop staan met Anne. Ga jullie mee naar binnen, we gaan beginnen. Ik ben heel erg benieuwd, joh. Let's go. Woe! Strekken oefeningen doen, Sarah. Oh, even rekken en strekken. Even je benen strekken. Oh, waarom doe je toch zo actief, joh? Nou, dat kan ik je wel vertellen, want Wilma die heeft een boodschapje voor ons. Die is lekker aan het hardlopen en heeft er ook een boodschap bij. Zullen we even gaan kijken? Doe. We gaan kijken. Ondertussen even rekken en strekken. Kom, even opstaan. Zo. Anders krijg je spierpijn morgen, hoor. Hallo, daar ben ik weer. Jongen, ik ben weer thuis. Gewoon hard gelopen, zeg. Hé, hé. Mijn jas uit, mijn muts weer af. Maar heerlijk gelopen. Echt, het is mijn grote hobby, hardlopen. En weet je wat zo leuk is? Om mee te doen met de midwintermarathon in 2022, daar moet je wel heel hard voor trainen, want je gaat sneller als je lacht. Dit t-shirt heb ik vorig jaar gekregen. En volgend jaar wil ik weer meedoen in 2022. Ik zou het heel leuk vinden als er een groepje komt die samen met mij gaat hardlopen en daarvoor gaat oefenen. Heb je daar zin in? Ga je met me hardlopen en met nog veel andere mensen? Meld je dan aan bij de club. En dan gaan we samen de kilometers opbouwen in een heel rustig tempo. Zodat we in februari 2022 met elkaar de Acht van Apeldoorn kunnen lopen. Doe jij mee? Ik heb er zin in. Nou, ik ben gelukkig al wel weer een beetje op adem gekomen. Ja, ik ook wel. En ik vond het echt een leuke activiteit. En ik ga me ook zeker weten opgeven voor deze nieuwe club. Sarah, jij, wat ben je aan het doen? Nou, ik probeer Anne na te doen. Want Anne die kan zoiets tofs. Echt waar? Die zit bij de breakdance club. Laten we gauw naar Anne gaan kijken. Goed idee. Het is nog niet zo makkelijk, hoor. Geloof ik. Oeh. Yo, ik ben Anne. En ik ben één van de dansers van de Fantastic Squad. En dit is mijn trucje. Nou, Anne, pet je af hoor. Wat knap. Dat kun je beter dan ik. Nou, zeker weten. Ik heb wel een beetje trek gekregen eigenlijk van al die bewegingen. Ligt het nou aan mij of ruik ik ook gewoon echt lekkere dingen hier? Ja, volgens mij komt dat van boven. Zullen we eens gaan kijken? Ik begrijp of er iets lekkers gebakken wordt. Kom, we gaan even kijken. We gaan even naar boven. Even mijn neus volgen hoor. Ja, volgens mij komt het echt van boven. Ja, ik ruik het hier, in de gang. Oeh! Kom, we gaan naar boven. Oh, dat we gaan even naar kijken. Is dat nou ertespret? Nee. Nee? Nee, het is geen ertespret. Oh, wat dan wel? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Hmm. Hey, de deur zit op slot. Oh, hoe kan dat nou? En het is donker. Maar het ruikt zo lekker. Ik ga kijken hoor. Ja, het komt wel echt hier vandaan. Ja. Zou hier iemand eerder hebben gekookt dan vandaag? Ja, dat denk ik. Ja, er is niemand. Het is helemaal leeg. Wie zou dat zijn geweest dan? Ik weet het niet. Misschien kan het volgende filmpje ons wat vertellen? Ik ben benieuwd. Ik baal er wel van. Ik had hartstikke trek. Oh. Hallo allemaal. Ik ga jullie laten zien hoe je een boterkoek maakt. Ik doe dit aan de hand van een recept wat ik al heel lang geleden gekregen heb van mijn moeder. Voordat ik begin, ga ik eerst de oven voor verwarmen. En dat ga ik doen op 175 graden. Zo, de oven is aan het voorverwarmen. Dan ga ik nu vertellen wat erin moet. 300 gram bloem. 1 pakje roomboter van 250 gram. Gewone normale suiker, 200 gram. Vanillesuiker, snufjesout
en een ei. De boterkoek zelf, die bak je in een speciaal boterkoekblik. Dat kun je herkennen hier aan dat mes onderin de bodem van het blik. Daarmee maak je aan het eind de boterkoek los. Zo'n blik kun je kopen bijvoorbeeld bij de HEMA of de Blokker. Ja, nu die dicht zijn, zul je dat online moeten doen. Ze zijn niet al te duur, ze kosten nou iets van 11, 12 euro misschien. Dan ga ik nu beginnen. We beginnen met de boter. Die halen we uit de verpakking. Die doen we dan vervolgens in de kom, in de mengkom. Zo, er helemaal in. Hopla. Gooi vooral de verpakking niet weg, want die heb je nodig om je blik in te vetten. Met twee gewone messen kun je de boter aan kleine stukjes snijden. Ziet er dan ongeveer zo uit. En straks nog kleiner. De boter is gesneden. Ik kan er nu de bloem bij. Dit heb ik trouwens al van tevoren bij me thuis afgewogen. En we doen er ook de suiker bij. Die heb ik ook thuis afgewogen. Een snufje zout. De vanillesuiker. Tot slot gaat er een ei bij. Deze breken we in een beker, maken we los met een vork en dan doen we de helft van dat losgemaakte ei bij de bloem, de boter en de suiker. Dan gaan we het kneden. Even losmaken. En de vork. Zo. En dan kan de helft van het ei bij de bloem. Ongeveer de helft. De andere helft, die hebben we namelijk nog nodig. En dan nu het leukste. We gaan dit hele mengsel van ei, boter, bloem, suiker, snufje zout en wat vanillesuiker gaan we kneden. Dat doen we gewoon lekker met de handen. Dat is leuk. En we moeten net zo lang blijven kneden totdat je een mooi goed deegje hebt waar alles mooi doorheen zit. Nou, het gaat al de goede kant op zo te zien. Kijk maar. Zo. Als je de handen niet al te vet wil hebben van de boter, dan kun je natuurlijk ook een mixer gebruiken. Ik doe het zelf altijd het liefste met de handen. Gewoon lekker kneden. Zolang als er onderin nog wat bloem of suiker ligt in je mengkom, dan moet je nog even doorkneden. Het deeg is klaar. Het kan nu in het bak. Mooi gelijkmatig verdelen. Je kunt dat met een lepel doen, alleen zelf doe ik dat altijd gewoon met de hand. Vind ik veel gemakkelijker. En de handen zijn toch al vet. Zo. Kijk. Het deeg is verdeeld in het bakblik. En dan nu het restant van het ei. Dat gieten we over het deeg in het bakblik. Dat gaan we verdelen met de kwast. Kwast pakken. Zo. Zo, de boterkoek is klaar, zodat hij nu de oven in kan. Zoals je ziet, het rooster staat midden in de oven. De boterkoek gaat erin. Deurtje dicht.
En we gaan hem bakken op 175 graden voor ongeveer 25 minuten. De boterkoek is bijna klaar. Nog heel even geduld hebben. De pieper van de oven. De boterkoek is klaar. We gaan hem eruit halen. Goed, de boterkoek is klaar. Het is nu een kwestie van laten afkoelen. En dan kan ik hem gaan snijden. Maar het afkoelen dat duurt nog wel eventjes. Dus ja, neem maar aan dat dat goed gaat. Nog één tip. Als je de boterkoek maakt, zoals deze. En je hebt hem in stukjes gesneden en in de trommel gedaan. Zelf vind ik zo'n boterkoek het lekkerste als hij nog even 2 dagen zeg maar, tot rust is gekomen. Dan vind ik de smaak het lekkerst. Tot de volgende keer. Ah, ik dacht het al, boterkoek, dat was het. Had je het ook al zo bedacht, wat ben je aan het doen? Oh, ik ben aan het kijken of ik nog een stukje kan vinden. Oh, goed idee, ik ga even helpen. Het gaat hier zo lekker. Maar die oven, daar zit het ook niet in, maar daar komt echt die geur vandaan hoor. Oh, zou er hier nou helemaal niks meer zijn dan? Nee, dat had ik al gekeken. Deze dan, deze nog misschien. Nee, ook niet. Waar zou het kunnen zijn? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het. Misschien wel voor de visite die langs is geweest. Die hebben ze die boterkoek lekker op zitten eten. Natuurlijk! Laten we gewoon gaan kijken. Hoe heet jij? Willem Staal. En wat doe jij zoal bij de club, Willem? Ik doe een verhaalmoes op de soms. En dan draait heel veel muziek. En ze vinden mijn muziek heel machtig mooi om te horen. En... nu zie ik ook dat de hele nieuwe disco is en nu ziet er heel magnifiek goed uit. Ja, ben je er blij mee? Daar ben ik heel erg blij mee. Dus je gaat straks mooie muziek daar op spelen? Ja. En welke muziek hou je van? Het is alleen geen Holland, maar de rest vind ik, ja, over jazz, blues en rock and roll. Af en toe een beetje heavy metal. Heavy metal ook? Doe maar heftig. Ja. Ja. Maar hey. Dat komt dat een maar ook niet voor mij in. Oh. Hey, en jij werkt ook nog op de club, hè? Ja, ik ben ook nog op de club. Als schoonmaker. En ja, hun vind ik dat heel fijn om dat te doen. Dat ik het allemaal doe voor hen. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Hey, en wat heb jij nou in je handen? Ik heb lekkere hapjes, koekjes. Lekkere boterkoek gekregen. Koekjes. Ja, omdat je altijd zo hard werkt op de club. Ja. Hé, hey, dankjewel en heel veel succes met de disco. Dankjewel. Willem, hartstikke leuk dat je er nog weer even was. We hopen je als de club daadwerkelijk weer open is, snel weer te zien. Dat hoop ik ook. Voor nu hebben we nog een leuk spel voor jullie. We gaan een challenge doen. De challenge is... haal zoveel mogelijk spullen uit je huis en maak ervan een hele mooie hoge toren. In 1 minuut. Maak hier een mooi filmpje van en stuur het naar ons op. En onder in de beschrijving staat waar je dat kunt uploaden. En dan gaan Sarah en ik nu vast beginnen met onze toren. Let's go! Wow, daar is alvast een blokje. Oeh. Hey. Oh, wat kunnen we hier? Hey, wij bouwen nog eventjes door. Wij willen jullie graag bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! We gaan nog even doorbouwen. Doeg! Ja, even. Hij is veel te zwaar. Ja, wacht even. Is die 1,5 meter hoog? Oh, meer dan 1,5 meter. Dat is fantastisch. Blijf je staan, blijf je staan. Nog een mooie boel. Blijf je staan? Ja, dat gaat hartstikke goed. Probeer het. Nee! Wacht even, hier nog aan de deze is mooi groot. Deze, kan dat? Deze blijft staan, kijk. Ja, maar ik wil die leeuw er ook op shoot. Die leeuw erop? Ja, kijk, die kan hier nog op. Ja, nee, nu de bonsai. Ik vind dat helemaal.